We gaan in deze video weer kijken naar elektrisch geladen bollen. En waarbij een elektronenstroom ging lopen, dat hebben we in de vorige video's ook gezien. En of we de omschakeling kunnen maken naar een elektrische schakeling. Nou, we hadden twee bollen A en B. A was negatief geladen, een elektronenoverschot. Bol B positief geladen, een elektronentekort. En als we die elektrisch gingen verbinden met een metalen draad, dan werden de elektronen aangetrokken door de positieve lading en dan gaat er een elektronenstroom lopen. Maar omdat hier 1000 elektronen zit en hier 1000 elektronen tekort, zullen op een gegeven moment alle elektronen overgestroomd zijn naar B. Met andere woorden, B is neutraal geworden en A is ook neutraal geworden. En dan zal er geen elektronen meer stromen, hè, omdat er geen ladingsverschil meer is. Nou, hoe kunnen we nu voor zorgen dat de elektronen continu van A naar B stromen? Daarbij moeten we dus iets verzinnen waarbij hier continu elektronen worden gecreëerd en hier continu elektronen worden opgenomen. Nou, zo'n apparaatje ken je, want dat is de batterij. En hier hebben we een simulatie van de batterij. Een AA-batterij is cilindervormig, dat is de groene wand die je hier ziet. Dat is de negatieve kant, dus vergelijkbaar met de negatieve geladen bol hier. En het uitstulpseltje, dat is de positieve kant, vergelijkbaar met bol B hier. En die is verbonden met een metalen pin die volledig in de batterij aanwezig is. Dus de positieve kant moeten de elektronen, de rode bolletjes in deze simulatie, opnemen. En zal zich hier afstaan aan het rode gebied in de batterij. En daar vindt een chemische reactie plaats. Die chemische reactie zorgt er weer voor dat de elektronen bij de groene cilinderwand weer vrijkomen en zodat ze weer aangeboden kunnen worden om te gaan stromen. Dus als we de schakelaar hier dicht doen, dan zien we dus dat het ook zo gaat gebeuren. Dus de elektronen komen hier vrij, gaan een rondje lopen en worden hier weer opgenomen door de positieve kant. De pin geeft de elektronen af, er vindt een chemische reactie plaats en de elektronen komen hier weer beschikbaar om vervolgens weer een rondje te lopen. Nou, dit rondje kan dus alleen, of die elektronen kunnen dus alleen een rondje lopen door de stroomkring, zoals dat genoemd wordt, als min en plus elektrisch met elkaar verbonden zijn, dus via een metalen draad, zoals je hier ziet. Ook al zit er een lampje tussenin, dat is ook een metalen draad, gaat gewoon branden. Nou, als we de schakelaar weer even openzetten, dan stopt de elektronenstroom gelijk en is de stroomkring verbroken. En dan loopt er geen stroom dus meer. Nou, sluiten we hem weer, is de stroomkring weer gesloten en dan zal de stroom weer lopen. Bedenk dus even weer dat de elektronen altijd van min naar plus lopen. En de elektrische stroom, aangegeven met de zwarte pijltjes, loopt altijd van plus naar min.